Goedenavond, dames en heren. Welkom in ons mooie natuurtheater in Oosterwijk. En welkom bij onze schitterende productie Oliver. We hebben er al een heerlijk weekend op zitten, een druk weekend op zitten. Met een paar perfecte producties, een paar perfecte avonden. De kinderen die doen het werkelijk geweldig. We zijn ook super trots dit jaar dat heel veel spelers die er nu meedoen, ook spelers zijn van Trap Af, een vereniging die normaal voor ons speelt in de zomer. En omdat vanwege de corona hebben zij hun productie niet kunnen spelen. Wij kwamen mensen tekort en heerlijk is het dan dat je zo'n goede relatie hebt met collega's dat je elkaar uit de nood kunt helpen. Dus we zijn er erg blij mee. Er zijn een aantal sponsoren aanwezig, een aantal vrienden van. Straks in de pauze, als jullie hier de trap oplopen en je gaat rechtsaf, daar is de vriendentent, daar kun je een drankje pakken. En uiteraard voor de rest van de mensen die er zitten, hier komt straks weer een kraan staan met wat drinken. Maar je zou ook naar de Rode Lady kunnen, en dat is als u hier de trap afloopt en u gaat die kant in, dan komt u vanzelf bij het restaurant en de horeca uit. Goed. Natuurlijk, Vos en de Vereniging van Oosterwijk Spelers, die doet een aantal, of al een aantal jaren producties. En ook een aantal jaren met een heel groot orkest. Een orkest is eigenlijk niet meer weg te denken bij ons. En dat orkest is ook weer vanavond aanwezig onder leiding van Dave Van Aert. En onze arrangeur Ron van Riel, die er achteraan loopt. Ja, nou niet denken dat ze alles opgenomen hebben van tevoren, dat het cd is. Nee, alles wat je hoort is echt vanavond. Ja, ja. Ja, echt. Ik heet natuurlijk ook onze vrienden van Lovo. Van harte welkom. Schitterend dat jullie weer ons kunnen vertolken op de tv. Dat doen ze ook al jaren op een zeer hoog niveau. Hartelijk dank hiervoor. Goed, ik wens u allemaal een heel aangename avond. Geniet ervan, dames en heren. Oliver! Met klonten. Nooit is een kost of een kraai.
Wat ik altijd in huis heb voor als de kindjes fluimig zijn. Ik wind er geen doekjes om, meneer Bumble. Het is jenever. U bent een barmhartige Samaritaan, mevrouw Koning. Ja, ja. Het doet de mens goed om geapprecieerd te worden. Ja, al die paupers hier in de parochie, die appreciëren me niet. Nee, beroepsquerulanten zijn het allemaal. Ja, vanmiddag nog, mevrouw Koning. Vanmiddag hadden we een schenking gedaan van 20 broden en 1,5 kaas. En nog waren die paupers niet tevreden. Ach, wat dacht u dan? Dat soort is toch nooit tevreden? Nee. Maar lust u het zoet, meneer Bumble? Heel, heel zoet, mevrouwtje. Oké. Heel zoet. En zo. Hop. U heeft een
kat, zie ik. En we rempelen er kleintjes ook. Ja, ze zijn mijn lust en mijn leven, meneer Bumble. Het zijn zulke speelse, vrolijke, hartverwarmende wezentjes. Ik kan mij geen betere gezelschap wensen. Alleraardigste diertje. Ja. En zo huiselijk. Oh, en zo gehecht aan hun vrouwtje. Het is gewoon ontroerend om te zien. Ja, wat ik zeg wou, mevrouw Corny. Ja. Als er een kat zou zijn. Ja. Of een poesje. Wat bij u in huis zou willen wonen zonder zich aan zijn vrouwtje te hechten. Dat poesje, mevrouw, zou een ezel wezen en niet waard om bij u in huis te zijn. Nou, meneer Bumble. Ja. Nee, ik zeg precies waar het staat, waar hij op staat, mevrouw Corny. Ja, een ezel. Ik zou het beestje ook met genoegen in de put verdrinken, echt. Nou, maar dan bent u een vreedaard. En hardvochtig bovendien. Hardvochtig? Ja. Bent u hardvochtig, mevrouw Corny? Mijn hemel, wat een curieuze vraag voor een alleenstaand heer. Oh! Meneer Bumble, ik ga gillen. Oeh. Handen binnen en snel. U dacht zeker dat de deugd niet meer kon winnen. Toch wel, bent u net als al die mannen. Oeh, wat zijn uw snode plannen? Is hier nog een kamer binnen? Nee. Om als man en vrouw te minnen, heel misschien. Nou, misschien. Laat eens zien. Nee, ik gil. Ja, ik gil. Ik weet best wat u zou willen, maar ik gil. Ik deed u gaarne in een doosje. Oh. Ik u chloris, u mijn roosje. Oh. Zeg eens, zou het Chloris lukken ooit uw rozenknop te plukken? Handen thuis, malle Bumble, ik blijf thuis, malle Bumble. Ja, gil, gil, gil! Zorg dat u een goede prijs voor hem krijgt, meneer Bumble. Knaap te koop, bepaalt niet duur, voor maar 7 ponden, koop hem nog vandaag. Een knaap, klein en bleek, voor weinig geld, waar bepaalt mijn klonten. Anders wordt hij traag. Wie maakt me los voor 5,5 ponden? Vooruit, voor 4. Ik ben een filantroop. Een knaap, knaap te koop. Zo goed als nieuw, bijna ongeschonden. Kom, wie koopt die knaap? Voor een schappelijke prijs, meneer Sowerberry, een schappelijke prijs, slechts 3 pond. Ja. Ik was inderdaad op zoek naar een leerjongen. Nou, dat is dan afgesproken. Eenmaal een gemeente wees. Dat is dan 3 pond, alstublieft. Ho, ho. Voor ik betaal wil ik hem eerst even een poosje op zicht. Mevrouw Sowerberry. Waar moet je? Wil je even komen, lieve? Doe je even je kin omhoog. Je kin omhoog. Zo, ja. Nou, wat is er hier aan de hand? Nou... Ik heb meneer Bumble gezegd dat we eventueel bereid zijn deze jongen te engageren in de winkel als hulp. Hemeltje.
erg groot is die niet, hè? Nee, nee, dat geef ik toe. Maar ze groeien nog, ziet u, ze groeien nog. Ja, van ons eten en drinken zeker. Gestichtskinderen vind ik pure tijdverspilling. Duur in het onderhoud en ze leveren niks op. Maar goed, jullie mannen zullen het wel weer beter weten. Ja, maar ik wilde je net om advies vragen. Liever. Nee, nee, vraag het maar aan iemand anders. Ik tel niet mee. Naar mij wordt toch nooit geluisterd. Ja, maar zijn gezicht, kijk, dat heeft iets melancholieks. Dat boeit me. Zou je van hem niet een pracht van een doodwiller kunnen maken? Huh? Ja, natuurlijk niet voor de reguliere volwassen cliënten. Nee, louter en alleen voor het kinderwerk. Zou het geen fraaie noviteit zijn? Iemand achter de koets, in proportie met de kist? Goed. Nou, misschien. Zeg, kind. Hoe heet je? Oliver. Oliver, het is mevrouw. Merkwaardige naam. Ja, en ontsproten uit mijn brein, mevrouw. Duwen, meneer Bumble. Ja, ja, inderdaad, de mijne. Kijk, wij vernoemen onze vondelingetjes altijd in alfabetische volgorde. De vorige was met een S, dus die noemden we Swabble. En toen kwam de T, dus hem noemden wij Twist. Hmm. Een weeskind dus, meneer Bumble. Ja, absoluut, mevrouw. Zijn moeder kwam in armzalige toestand bij ons aangeklopt. Brengt prompt dat kind ter wereld, werpt er een blik op en sterft ter plekke zonder maar een naam of adres achter te laten. Zo, Oliver Twist. Denk jij dat je eruit zou kunnen zien als die meneer daar? Misschien, als ik een ooghoed had. Nee, geen ooghoeden. Nee, 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 het kind heeft gelijk. We doen hier alles volgens de regels. Ja. Harry, pak een ooghoed. Ja. Nou, moment. Ja, heel even leven. Dank u wel. Ja, kom, Harry. Verrukkelijk. Ja, erg flatteus. Ja. Nou, mooi. Denk je dat je die blik, denk je dat je die vol kunt houden? Ook als er mensen naar je kijken? Denk van wel. Oh, nou. Met een staf en een hoge hoed zal hij schitteren in elke stoet. Zie hem daar eens gaan in statige processie met een zwart pak aan en een tragische expressie. En de koets met de kist gaat voor. Het is een luxe kist met veel comfort. Met vrouwen om te rouwen, want die huilen mooi in koor. In je eigen mausoleum, ja, daar lig je dan. In memoriam. Groter dan het Brits Museum, kil en lekker klam. In memoriam. Laat uw laatste slaap versieren, kies ons pluspakket. Ligt u strakjes bij de pieren, fris aan het banket. Breng als troost een kleine toast op hem die God nu bij zich nam. In memoriam. Proost, daar ga je dan. In memoriam. Uw fysiek is van dat forse, tja, wat zeg je dan? In memoriam. Wie zal straks uw torso torsen? Geen beginnen aan. In memoriam. Ik dan trak dat vlees naar u, meneer, voor alle vrees. Weet toch goed al keer dat op de weg naar alle vrees. Wij te veel dolle ziektes, dat is onze boterham. Elke vrouw en elke man had zin. Hou niet van uw verhalen. Nou, dat is jammer dan. Dus A, U, B, die wees op zich een weekje lang. Leuk voor in de zaak, zo'n knaap met traantjes op zijn wang. Wij zijn dol op nare zon.
ziektes. Dat is onze boterham. Hop, daar gaan ze dan. Elke vrouw en elke man. Dat wordt dus je nieuwe betrekking. Hmm. Leerling doodspidder. Heb je al gegeten? Nee, mevrouw. Charlotte! Wat? Charlotte! Ja, wat? Charlotte, waar blijf je nou? Charlotte! Ja? Breng eens wat van die oude kliekjes voor de hond. Hè? Als dat beet niet binnenkomt, dan eet hij maar niet. Dat kind is er vast niet te kieskeurig voor. Toch? Nee, meneer. Charlotte. Dit is onze nieuwe leerjongen. Geef het maar aan hem. Zo, klaar? Ja, mevrouw. Goed zo. Nou, Henry, naar je bed. Hop. Charlotte, ga jij even de luiken dicht doen? Een heel geraffineerd effect, al zeg ik het zelf. En de doodspeler in proportie. Welterusten. Zo, Oliver. Jouw bed is tussen de doodskisten. Je vindt het toch niet erg, hè, om tussen de doodskisten te slapen? En zowel, dat is dan jammer, want dit is het enige bed wat je krijgt. Slaap lekker! Ben jij die nieuwe? Ja. Hoe oud ben jij? 13, meneer. Mooi. Dan kan je zo meteen gelijk een pak op je sodomieter krijgen. Lelijke, stinkende werkluis. Had u geklopt, meneer? Nee, geschopt. Jij weet zeker niet wie ik ben, hè? Mijn naam is meneer Noah Claypool. En jij staat onder mij. Heb je dat begrepen? En maak dan zo de mythe die luik open. Ja, meneer.
Noah, ik heb een lekker stukje spek voor je bewaard van mijn vaders ontbijtsbord. Oliver, pak een stoel voor meneer Noah. Ja, en dan kan jij je kliekjes opeten in de hoek. Okay. Maar wel dooreten, want ze hebben je nodig in de winkel. Begrepen? Ja, mevrouw. Heb jij dat begrepen, werkluis? Ja. Hier, Noah, je spek. Oh, het is met harde randjes. Jij weet ook precies wat ik lekker vind. Waar zit jij naar te staren, werkluis? Ach, Noah, laat die jongen toch. Hem laten? Maar ik doe hem eigenlijk een heel groot plezier. Want iedereen is hem namelijk vergeten. Zijn moeder is hem vergeten. Zijn vader is hem vergeten. Iedereen is hem vergeten. Maar behalve Noah. Lieve, gouden, warme Noah met zijn warme hartje. Want warm is hij wel, hè, Charlotte? Warm hartje. Oh, mannen, brasem. Ik moet even naar achter. Er staat iets aan te branden. Oh. Rak. Zeg, werkluis. Hoe sta ik met je moeder? Laat mijn moeder er buiten. Mijn moeder is dood. Ah, zeker te lang op de rug gelegen. Mijn moeder ging dood omdat ze een gebroken hart had. Ah, fiedeldiedij, fiedeldiedop. Wat zit je nou te grienen? Weet je, werkluis, het is natuurlijk allemaal heel erg wat er is gebeurd. En we kunnen er nu niks meer aan doen. En jij toen de tijd al helemaal niet. Maar het moest maar eens gezegd worden, hè. Jouw moeder was door en door slecht. Wat? Door en door slecht. En het is maar goed dat ze destijds is doodgegaan. Want anders zat ze nu vast op transport naar Australië. Of hing ze te bungelen aan het eind van een touwtje. Wat zei je daar? Ah! Slotte! Slotte! Charlotte, we waren bijna in onze bedden vermoord. Wat moeten we nou doen? Ik weet het niet, mama. Ik heb die ouwe gevonden. Oh, meneer Bumble. Meneer Bumble. Waar is die weerspannige jonge wilde? Oliver? Ja? Herken jij deze stem, Oliver? Ja, meneer. En boezemt je dat geen vrees in, Oliver? Lig jij niet te rillen als je deze stem hoort, Oliver? Nee hoor. Die jongen heeft de kolder in zijn kop. Geen helder denkend mens haalt in zijn hoofd om zo tegen u te spreken. Dat ligt niet aan de kolder, mevrouw. Dit ligt aan het vlees. Wat? Ja, vlees, mevrouw. U heeft hem overvoerd. U heeft een tegennatuurlijk temperament gekweekt in deze jongensborst. Dat is je neert met zijn nederige afkomst. Nou, heren, mijn tijd. Een goede daad blijft nimmer ongestraft. Ja, had u hem gewoon op gruttenpap gehouden, mevrouw, dan was dit alles niet gebeurd. Het enige wat ik nog kan doen is hem een paar dagen mee terugnemen, totdat hij weer wat bijgehongerd is. Oh, Harry. Harry. Je moet eens weten wat hier allemaal is gebeurd. We hebben hem moeten opsluiten. Wie zit daar in die kist? Die had morgen pas bezet mogen worden. Die is gereserveerd voor een heel belangrijk cliënt. Oeh. Je bent weer beneveld. Help! Laat me eraan! Zo, kleine schobbejak. Verklaar je nader. Hij schrok mijn moeder uit! Zal ze het wel verdiend hebben, ondankbaar creatuur. Zo niet nog erger. Niet waar. Wel waar. Dat is gelogen. Dat is niet waar. Waar gaat het vandaan?
gezegd. Ja, maar je gaat nu een vlees gaan voeren. Vlees is dodelijk. Goed, schat, je bent helemaal een beetje vochtig. Harry, hou op. Schiet op. Wat zit jij te staren? Heb je nog nooit een echte gentleman gezien? Nee, nog nooit. Ik... Maak je niet dik. Het is Kit. Heb je honger? Nou en of. Hier, vangen. Ben je moe? Nou en of. Ik ben al 7 dagen aan het lopen. 7 dagen? Oh, de vlucht voor de Kit zeker. Wat? Zeg maatje, je weet toch wel wat de Kit is, hè? Nee. Alle jesses. Wat een groentje. Voor uw informatie, de Kit, dat is de politie. Maar, wie ben je dan op de vlucht? Voor je pa? Nee, ik ben een wees. Ik ben hier in Londen voor tuin te maken. Aha. Zit dat zo? En, heb je al een plek? Nee. Centen? Nope. Ja. Zeg, woont u in Londen? Kijk, als ik niet op reis ben... Zeg, jij zal toch ergens moeten pitten vanavond, hè? Ja. Nou moet ik toevallig ook in Londen wezen. En daar ken ik een hele respectabele oude meneer, waarbij je mag blijven logeren, voor niks op niemand al. Maar alleen als er een andere meneer is die je introduceert. En hij en ik, 2 handjes op 1 buik. Wie is die meneer dan? Iemand van de liefdadigheid? Ja, iets in die geest. Maar als ik iemand introduceer, is het altijd goed. Aangezien ik in een bijzonder goed blaadje sta bij meneer Fagin. Zo heet hij namelijk, meneer Fagin. Tussen 2 haakjes. Als ik jou introduceer, moet ik natuurlijk wel eerst je naam weten, hè, ouwe stapper. Oh, ik ben Oliver. Oliver Twist. Aangenaam. Wat? En ik ben Jack Dawkins. Beter bekend bij mijn intieme vrienden als Dodger. Aangenaam kennis te maken, meneer Dawkins. Dat is dan voor mekaar. Jij gaat met mij mee. Wacht, vindt u meneer Fagin dat niet erg dan? Erg? Ja. Hey, kom er maar bij ons. Hey, kom er maar bij de familie hier. Wij vinden je sympathiek. Jij past vast lekker bij onze kliek. Hey, kom er maar bij, dat is tof. Hey, kom er maar bij deze beestenboel. Wij fritten niet veel, dat is waar. Het is zat en dat delen we met mekaar. Als je me vraagt hoe vaak wij zware dagen zien, lege magen zien, nou vaak. Maar er is altijd wel iemand die nog tijd hebt voor een rondje voor de zaak. Hey, kom er maar bij, schuif aan. Wij zoeken een maat, dus hup. Dan kan je met z'n allen naar de donder gaan. Dus kom er maar bij de club. Hey, kom er maar bij ons. Hey, kom er maar bij de familie. Wij vinden je sympathiek. Jij past vast lekker bij onze kliek. Hey, kom er maar bij. Dat is tof. Hey, kom er maar bij deze beestenboel. Wij eten niet veel, dat is waar. Het is zat en dat delen we met elkaar. Niemand die leven moet met een ontevreden snoet of bescheten doet en duur. Hier is het leven goed, ook al vloeit er wel eens bloed. Als ze komen voor de uur. Hey, kom er maar bij, schuif aan. Wij zoeken een maat, dus hup. Dan kan je met z'n allen naar de doel.
gebracht. Oliver Twist. Meneer? Zeer vereerd. Haha. Het begin hoop ik van een hele intieme vriendschap. Ja, we zijn erg blij dat je bij ons bent, Oliver. Erg blij, nietwaar, jongens? Zeker. Ja. Wat? Van straat gepikt. Hij komt hier om fortuin te maken. Fortuin? Zeg, Dodger vertelt mij dat jij hier in Londen bent om fortuin te maken. Dan moeten wij jou helpen, jongen. Ja, heb je honger? Ja. Ja, heb je trek in iets lekkers? Oké. Charlie, haal de worstjes van het vuur. Ik moet worstjes. Hij zegt dat ik een worstje moet hebben. Ja. Deze worstjes zijn beschimmeld. Schouw je kop, man. Gaan we gin drinken. Schiet op. Zo. Ja. Ik zag je net al kijken. Onze zakdoekjes. Dat is al een fraaie collectie, hè, jongen. Ja. We hebben ze even uitgehangen, omdat ze straks de was in moeten. Ja, de was. Meer niet, Oliver. Alleen de was in. Ja. Heeft u hier een wasserij? Nee, bepaald niet, nee. Nee, kijk, een wasserij, dat is ook een hele leuke handel. Maar in ons bedrijfje, daar wordt iets beter verdiend. Niet waar, jongens? Ja. Ja. Luister goed. Eén ding telt in het land. En dat is geld. Dacht je dat dat aan bomen zat? Ga pikken wat je pakken kan, man. Ga pikken wat je pakken kan, man. Ja, ga pikken wat je pakken kan, man. Nou, jullie. Nooit een spat cadeau gehad. Ga pikken wat je pakken kan, man. Ja, goed zo. Dan zullen we Oliver eens even laten zien hoe wij hier te werk gaan, hè. Ga daar maar eens even zitten, jongen. En let goed op deze zakdoek, hè. Let goed op, hè. Als je braaf werken gaat, word je slaaf van de staat. We verschouwen bij belastingvrij en pikken wat je pakken kan, man. Ga pikken wat je pakken kan, man. Ja. Ga pikken wat je pakken kan, man. Slavernij is niks voor mij. Ga pikken wat je pakken kan, man. Let op, hè, misdaad loopt. Robin Hood, vreemd geval. Hij gaf weg wat hij stal. Maar ik heb geen tijd voor menselijkheid. Dus pik ik wat ik pakken kan, man. Ja, pik wat je pakken kan, man. Ja. Au. Ga pikken wat je pakken kan, man. Robin Hood was veel te goed. Ga pikken wat je pakken kan, man. Komt er nog eens, hè? Neem Bill Sykes, wat een rat. Grootste schoft van de stad. En ik heb hem gekend als kleine vent. Hij pikte toen al wat hij pakken kon. Ga pikken wat je pakken kan, man. Ja, ga pikken wat je pakken kan, man. Wil je net dat zo zijn als Bill? Ga pikken wat je pakken kan, man. Komt op, hè. Oude heer schuift voorbij, ziet iets moois en stil staat hij. Makkeratak die achter zag. Ga ouwe pikken wat je pakken kan, man. Ga pikken wat je pakken kan, man. Ja. Ga pikken wat je pakken kan, man. Kom hier, jongens, mijn schoenen. De zakken uit zijn bak. Ga pikken wat je pakken kan, man. Zie ik zo'n rijke gier, dan krijg ik jeuk hier en hier. Weer wil ik nu vlug mijn kalmte terug. Dan pik ik wat ik pakken kan, man. Ga pikken wat je pakken kan, man. Ja, ga pikken wat je pakken kan, man. Ja, wat? Ja, hallo, die mensen hebben een kaartje betaald. Ja! Ja. Van de hele wereld terug. Ga pikken wat je pakken kan.
zakdoeken terug in de wand. Vooruit, jongens. Alles terug. Ja. Goed zo. Ja, die erbij. Die ook. Goed. Ja, huppakee. Eens even kijken. Ik zei alles. Zo ja, schurk dat je er bent. Hè? Zo, zeg jongens, hebben jullie hard gewerkt vandaag? Hard? Al die jongens al spijkers. Ho. En een paar portemonnees. Oeh. Ja. Ja. Ja, met een hele goede voering mag ik hopen, hè? Topklasse, hè? Heeft hij die zelf gemaakt? Ja, met die leliewitte vingertjes van hem. Kop dicht, Charlie. En ja, hier, pak deze. En doe ze dadelijk voor mij weg. En jij, jongeman, wat heb jij meegebracht vandaag? Een paar snotlappen. Het zijn wel twee hele fraaie exemplaren, ja. Groene en nog een groene, godverdamme. Maar kijk eens even, Charlie, want het monogram wat hier staat, dat heb je niet zo netjes geborduurd, hè? Nee, dat zul je even los moeten tornen met de naald. Ja, dat is voor jou. En ruim die dan ook maar op, hè? Zo, godverdamme. Och. Eens even kijken. Zeg. Zou dat niet iets voor jou zijn, zo'n karweitje? Wat denken jullie, jongens? Ja, nou, ja. Zou dat je wat lijken dat je, net als Dodger en Charlie, portefeuilles maakt? Ja, ja, als u me wil leren. Ja, natuurlijk, jongen. Dat doe ik gratis even niks. Ja, en Dodger en Charlie, die zullen je het voorbeeld geven. Ja, die zijn er heel goed. Je hoeft alleen maar te doen wat zij doen. He? Goed let op Dodger hier, want dat is al een echte kleine Bill Sykes. He? Maar goed, waar waren we ook alweer? Zie jij bij mij mijn zakdoek zitten, Oliver? Ja, meneer. Ik zie een klein stukje. Ja, goed zo. Dan moet jij eens even proberen of je mijn zakdoek eruit kunt halen zonder dat ik het voel. He, net zoals je net bij die andere zat doen. Oké. Ja, goed doen, hè. Nou, let op, hè. Komt ie, hè. Rumpampa, 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 rumpampa. Diddelididam en diddelideo. Als ik nog eens rijk zou zijn, ga pikken wat je pakken kan, man. Ja, ga pikken wat je pakken kan, man. Hey! Oliver, is hij weg? Ja, kijk maar. Nou, dat heb je knap gedaan, jongen. Goed zo. Nou, slim ventje ben jij, zeg. En leergierig bovendien, hè. Ja, dit heb je heel goed gedaan. Zeg, zal ik jou eens wat zeggen? Jij hebt een shilling verdiend. Ja. Oh, nee. Oh. Ik moet morgen eerst nog even naar de bank, hè. Ja, ja, jongens. Nou, en nou allemaal hup, vlug naar bed, want morgen is er weer een lange werkdag. Waar moet ik slapen, meneer? Daar waar het warm is, hè. Eens even kijken, hier. Mooi plekje voor jou. Ja, ga hier maar zitten. Of liggen, hè. Weet je wat? Ga ik nog even een slaapmutsje voor je regelen. Dat is ook altijd lekker. Ja, zo. De chocolademelk was op, Oliver. Maar ik heb hier wat gin voor je. Hè, pak die maar even lekker. Zo. Godverdamme. Ja, jongens, genoeg gelachen, hè? Kom op. Ja. Nou, we nou allemaal slapen? Huppakee. Dodger. Doe je hoed af in bed. Waar zijn je manieren, man? Zo, ga maar lekker slapen. Pikken wat je pakken kan, man. Ja, pikken wat je pakken kan, man. Pikken wat je pakken kan, man. Ja, la 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 la. Bill? Bill? Bill Sykes? Bill?
Hallo. Heb je iets voor mij? Oh, die is heel mooi. Zo, mooi glimmertje. Ja, ja, die is ook mooi. Geweldig. Ja, heb je nog meer? Oh, een setje. Wat leuk. Ja, die zijn ook heel mooi. Zo, goed zo. Doe er maar terug in, kom maar met die zak. Ja, Bill, nee. Zeg, jij dacht toch zeker niet dat ik contanten had met al die jonge diefjes om me heen? Nee, zeg, ben ik niet wijzer, Bill. Nee, en alles moet nog even getaxeerd worden, hè? Correct en exact. Ja, morgen op de gebruikelijke plek herberg de drie kreupelen. Hè? Je hebt mijn woord. Zo. Oh. Ja, schatjes. Oh, het slaapt allemaal. Ja, zo. Ja. Ja. Goedemorgen, vogeltje. Ja, heb je lekker geslapen? Ik ook. Blijf zitten, hè. Zo, eens even kijken. Nee, dat kan. Al mijn schatjes slapen nog. Ja, ja, die hebben niks verteld aan de rechter. Nee, nee, ze zullen hun goede oude vegen niet verraden. Ja, waarom zouden ze ook, hè? Kijk eens even, mijn schatjes. Ja, dat is voor later, hè? Wat zeg je? Ja, maar daar heb je helemaal niks mee te maken, hè? Nee. Maar ja, wie moet er nou toch later voor me zorgen? Als ik oud ben en eenzaam. Ja. Ja, jij niet, hè, vogeltje? Nee, want jij bent dan al dood. Ja. Jij? Nee, jij ook niet. Jij misschien. Jij. Nee. Jij dan? Nee, jij ook niet. Jij misschien? Ga jij? Ja, jij! Ben jij? Kom hier, jij! Kom, hier ben jij wakker. Waarom ben jij wakker en wat heb jij gezien? Vertel, wat heb jij allemaal gezien? Niks, meneer. Was jij een kwartier geleden ook al wakker? Nee, meneer. 10 minuten geleden dan? Ik dacht van niet. Ja, maar je moet het zeker weten. Ik weet het zeker. Oh, mooi zo. Als jij zeker bent, dan ben ik het ook, ja. Ja, Oliver. Ja, dat wist ik wel, hoor. Ik wilde je alleen maar even een beetje bang maken. Ja, meer niet. Nee, want je bent een dappere jongen, hè. Je bent een hele dappere jongen. Ja. Zeg, Oliver. Heb jij iets van mijn snuisterijtjes gezien, toevallig? Ja, meneer. Maar luister, dat is geheimpje tussen ons, hè. Want dat is mijn schat. Dat is voor later. Een investering. Als ik oud ben en eenzaam. Ja, maar dat is heel erg. Oh, als je oud bent en eenzaam, Oliver. Dit is echt het ergste wat er is. Ja. Zeg, meneer, zou ik nou op mogen staan? Oh ja, nee, natuurlijk, ja. Nee, sta maar op. Ja, weet je wat? Ga je maar even wassen bij die lampetkan daar met water. Daar zit water maar ik heb in. Me gisteren al gewassen. Ja, dan ga je nu weer wassen. Geeft niks, hè. Omdat je jarig bent. Ja, nou, vooruit was jij. Kom, bed. Kids again! Oh, jongens, Nancy komt eraan.
Nancy, wakker worden, opstaan. Kom op, Nancy, de dames zijn er. Ga ik weer opstaan. Nou, dames, moet je hem horen. Hé, hey, hey, kan het eventjes wat beschaven, ja? Goh, Fagin, heb jij nog wat gin in je fles? Zeg, dit is helemaal niet goed, hè, voor zo'n jong onschuldig ding als jij. Kom hier, kom hier, kom hier. Dat is helemaal niet goed voor je. Oh, en wat is er mis met een beetje gevaar op zijn tijd, meneertje Fagin? Nee, dat is beslotte nee, enige overwinning die we nog hebben. En wie zal ons dat kleine genoegen willen ontzeggen? Blijf schenken, blijf klinken, wij leven voor vandaag. Ga lekker gin drinken en niet zo zuinig graag. Blijf dansen, blijf chansen, is het niet één groot spel? Met altijd meer kansen en dat bevalt me wel. Stel je voor je leven ging over rozen, dat zou fijn zijn. Dat zou fijn zijn. Geen gezeur en eventjes geen penozen, dat zou fijn zijn. Dat zou fijn zijn. Leuk wat geld en leuk een vent, dat je net gelukkig bent. En je al die frikken zo in de Theems kan flikkeren, dat zou fijn, fijn zijn. Chique koktypes wijzen ons na op straat. Stik met je principes, schelden doet ons geen kwaad. Wij lonken, wij lokken, hoe kom je anders rond? Wij rollen broekzakken op menig mannenkont. Stel je voor niet mat met dronken klanten, dat zou fijn zijn. Dat zou fijn zijn. En je kaars niet branden aan beide kanten, dat zou fijn zijn. Dat zou fijn zijn. Lijkt je man je weer eens rauw, wordt je ene oog dan blauw. Maakt niet uit dat tweede oog, slaat hij ook dat ringmonk, want hij houdt van jou. Geen frutsels, geen franje, geen veren en geen lint. Geen kantjes, dan kan je werken in weer en wind. Aan voldoende vol vlekken heb je geen gebrek. Laat morgen verrekken, wij hebben hier een plek. Stel je voor geen Fagin om jou te plagen, dat zou fijn zijn. Dat zou fijn zijn. En geen pestpokeratten die aan je knagen. Wat we stelen, delen we tot de laatste joen. Stel je voor nooit over je laten lopen, dat zou fijn zijn. Dat zou fijn zijn. Doodgewone dingen te kunnen kopen, dat zou fijn zijn. Dat zou fijn zijn. Fijne man, een fijn gezin, zit voor mij er vast niet in. Er zijn dingen die ik mis, maar als dit mijn leven is, moet dat fijn, fijn zijn. Nou, wat heb je daar nou, Fagin? Oh, dat ben ik helemaal vergeten. Ja, dat is onze nieuwste pupil, de weledelgeboren jongeheer Oliver Twist. Zeer vereerd. Aangenaam kennis maken en zo. Ho, wat netjes, hè, van alle dames en heren. Ja, alles gaat hier volgens de etiket, hoor. Ja. Hé, hey, beetje dimme, jongens. Trek je maar niks aan van het zootje, Oliver. Enkel omdat jij manieren hebt en zij niet. Jullie hebben geen donder verstand van de etiketten. Nee. Jullie hebben geen idee hoe de chique heren met hun dames omgaan. Ik wel. Ha, Dodger, kom eens even hier. Zullen wij ze eens even laten zien hoe het moet? Met genoegen. Nou jongens, let op. Gaat een showtje ineens zien, neem het toneel. Toch alweer zo heel veel gebaar. En niet met jurk door de modder sleep, lieveling. Oh ja, wordt die vies. Na u. Nee, na u. Och, je bent zo charmant vanavond. Nou, schat, zeg het maar, jij wou wat, zeg het maar. Ik maak dat voor mekaar en ga. Want weet je, ik dacht eerlijk waar,
Wij zijn zo'n prettig paar. Als jij lacht, sta ik klaar voor jou. Drinken levert traan, zeg het maar. Laat je bier dan staan, zeg het maar. Loop je naar de maan, zeg het maar. Zou je wil verslaan? Wat knokken gaan? Ik dacht elk gevaar voor één kus. Reken maar, jouw held dus. Zeg het maar, zeg het maar. Ik sta klaar voor jou. Nou, jij Oliver, kom. Wat? Ja, kom maar, ik help je wel. Doe nou. Maar gewoon wat Roger deed, ik help je met de woorden. Ja? Nou, schat, zeg het maar. Jij wou wat, zeg het maar. Ik maak dat voor mekaar. En ga. Want weet je, ik dacht eerlijk waar. Wij zijn zo'n prettig paar. Als jij lacht, sta ik klaar voor jou. Doe je wat ik doe, zeg het maar. Dansen met een koe, zeg het maar. Vang een kangaroo, zeg het maar. Naar de voetdoetoe. En weer terug, ik tart elk gevaar. Voor één kus, reken maar, jouw held, dus zeg het maar, zeg het maar, ik sta klaar voor jou. Ga je naar de bak, zeg het maar, en ziet je strop dan strak, zeg het maar, val je met de smak, zeg het maar. Doet je nek dan krak? Heel even maar, ja, al is het zwaar. Wij hangen aan elkaar, dus weet je, zeg het maar. Zeg het maar. Wij zijn klaar voor jou. Oh. Hartverwarmend, jongens. Hartverwarmend, ja. En het eerste wat jullie nu voor mij kunnen doen, dat is aan het werk gaan. Huppakee, met je luie donders, de straat op, daar moet je wezen. Daar zijn de vruchten die geplukt moeten worden. Hè? We zouden naar de galg toe gaan, naar het hangen kijken. Ja. De galg, die krijg jij snel genoeg te zien. Ja, van heel dichtbij. Nou, dag iedereen. Doei. Doei. Zeg, Oliver, luister eens. Jij gaat met Dodger mee. Ja. Beter voorbeeld dan dit. Dat is er niet. Een beter begin ook niet. Dus ik zou zeggen, succes. Ik blijf hier op jullie wachten. Goed? Goed zo. Nou. Treed aan! Treed aan! Rechterrij! Rechterrij! Met dikke been links! Pak! Rechts! Pak! Ai, ai! Alleen maar vluchten. Ik kijk naar jullie uit, kom er thuis met de buit. Hoor waar, kom snel terug, doe je werk maar niet doorzichtig. Onthoud die ezelsbrug, vlug terug. Wij komen hier om, wij doen niet om, want Vee maakt zich zorgen. Die lieve man, die zien we dan in ieder geval voor morgen. Met tranen in zijn ogen, bij elke rode rug. Ta beter de loed, tot ziens, er zijn weer kom vlug terug. En doe zo nijver als de bijtjes. En zoek die zijde doek in elke zak, in elke broek. Kom vanavond vlug terug. En ik heb heitjes voor karweitjes. Dan kook ik rats en kug. Vlug terug. Straks nemen we twee horloges mee die ieder uur gaan spelen. Een gouden ring met veel ping ping. Victoria's kroonjuwelen. Wij lachen om politie, maar wel achter. Serioen vluchteren, oh missen zo mijn schatten. Maar kijk wel heel goed aan, pas altijd op en denk aan mij. Doe je klusjes vingervlug en laat je jatten maar wat jatten. En gaat het weer te stug, vluchteren. Tot ziens, er zijn weer vluchten. Daar hoor je vluchten, maar we zijn.
wil het niet. Stop. Stop. Heda! Wat doe je? Geef terug. Vooruit. Geef terug. Mijn zakken zijn gerold. Grijp die knap. Is de dader. Waar is hij? Waar is hij? Pauze!
zo groen was. Zij wist niet wat een zoen was. Dat leerde haar een kerel en ook heel veel leren. Na een tijdje grienen dacht zij, ik wil verdienen. Nu springt ze in de bedstee en zingt keer op keer. Vegan! Vegan!
Oliver? Waar is Oliver? Waar is die jongen? Wat is er gebeurd met Oliver? Meegenomen in een koets. Een koets? Wat koets? Waar koets? Wie koets? Hoe? Hij werd gesnapt tijdens de klussie. Toen hebben ze hem naar de rechter gebracht. Dus wij mogen buiten wachten. Komt die man die hem gerond hebben naar buiten samen met Oliver en Intermee in een koets. Je bent waar naartoe dan? Vlug, spreek. Septo Garden nummer 19 in Bloomsbury. De hele terugweg lopen rennen. Maar we zouden op hem passen. We zouden hem veilig thuis brengen. We zouden hem nooit uit het oog verliezen. Wie? Eentje van ons, Bill. Nieuwe. Zou vandaag met Dodger zijn eerste klusje doen. Als hij gaat praten, dan kletst hij ons allemaal de strop in. Ja, Fagin, dan hang je. Pech gehad. Ja. Maar pas op, hè. Ik ben bang dat als ons iets overkomt, dat jou dan ook iets gaat overkomen. Wat? Jij ouwe. Ja. Iemand gaat uitzoeken wat er met de jongen is gebeurd. Als hij nog niet heeft gekletst, dan is de kans groot dat we hem grijpen zonder verdenking. We wachten tot hij zijn kop naar buiten steekt en dan grijpen we hem. Goed. Wie gaat erop af? Dat zal ik dan wel weer wezen. Nee, idioot, jij niet. Je hebt al genoeg ellende veroorzaakt. Het moet stilletjes gebeuren, discreet. Nancy, jij bent toch zo goed met kinderen, hè? Zet dat maar mooi uit je kop. En wat wil je daarmee zeggen? Precies wat ik je zeg, Bill, ik ga niet. Waarom laten jullie die jongen niet met rust? Waarom laat je hem niet zitten waar hij zit? Daar heeft hij tenminste kans op een fatsoenlijk leven. Jij kan hem maar beter in halen, meid. Of heb je liever weer mijn vingers rond je strot? Nancy. Nancy, lieve Nancy. Bedenk je nou eens even, hè? Als die gaat praten, dan zijn we allemaal de klas. En jouw Bill krijgt de strop. Zou jij dit willen? De strop voor jouw Bill? Hè? Jouw ze gaat, Fagin. Nee, dat gaat ze niet, Fagin. Ja, dat gaat ze wel, Fagin. Dings. Nancy. Laat. En toch, hij houdt van mij. Ja, echt, hij houdt van mij. Wat hij ook deed of zei. Hij kan niet zonder mij, al doet hij vreed en koud. Ik weet wie hij vertrouwt, wat telt dan goed of fout? Hij kan niet weggaat, dan ga ik dood. Maar zijn we samen, nou ik me groot. Mijn lach is louter schijn. Van binnen snijdt de pijn, maar ik moet dan.
Valt het uit de zonneschijn? Ligt het ergens bij die wilde boom? Die zie je in je droom. Waar is zij? Thank you.
Maar komt u mee, dokter Grimby. Ik geloof dat het een heel stuk beter gaat met die jongen. Nou, die diagnose zou ik graag zelf willen stellen. U zult het meemaken, dokter. Mm-hmm. Het is een heel bijzondere knul. Oh, nou, dat geloof ik graag. Ja, ja. En als u het mij vraagt, bepaalt niets op zijn mondje gevallen. Nou. Dank u, mevrouw Bedwin. Meneer Brownlow. En mijn jongen. Hoe voel je je vandaag? Geweldig. Mag ik hier voor altijd blijven? Ja, tuurlijk. Natuurlijk, als jij dat graag wilt. Maar hier is de dokter. Die gaat even naar je kijken. Hij ziet er inderdaad beter uit. Maar ik weet dat jij nog steeds slecht slaapt, of niet? Nee, meneer. Ik slaap heel goed. Ja. Ongetwijfeld veel boze dromen. Nachtmerries, hè? Nee, meneer. Helemaal geen dromen. Nee, nee. En dorst? Honger. Jij moet dorst en honger hebben. Honger? Nee. Dorst dan. Als die jongen geen dorst heeft, dan eet ik mijn hoofd op. Dorst? Wel een beetje dorst. Zie je wel. Nou, het is heel gezond om dorst te hebben. Geeft u maar wat thee. Goed, dokter. Zeg jij eens even A. A. En jij mag ook weer naar buiten. Maar denk eraan, niet te warm op de borst, maar zeker niet te koud over de longen. Kunt u dat onthouden? Natuurlijk, dokter. Fijn. Ben je niet blij, Oliver? Als je weer het bed kunt? Super blij. Wacht, mag ik deze echt dragen? Ja, natuurlijk. Wat dacht je dan? Je oude kloffie? Die gaan we in de haard verbranden. Kom, dan gaan we gauw opschieten. Oké. Een kranige knaap. Vind je ook niet, Grimbig? Ik zou het niet weten. Ik ken immers maar twee soorten knapen. Melig soort en de biefstukkop. En wat is Oliver? Melig. Waar komt hij eigenlijk vandaan? Oh, heb ik je dat niet verteld? Nee. Ik heb niet de flauwste notie. Ze hadden hem gearresteerd omdat hij mijn zakdoek gestolen zou hebben. Maar toen de winkeleigenaar had uitgelegd wat er werkelijk gebeurd was en de rechter hem had vrijgelaten, toen heb ik hem meegenomen naar huis. Ja, ik had toch wat goed te maken, nietwaar? Maar nu, mijn beste Grimwig, zal ik je vertellen dat ik me op de vreemde wijze verbonden voel met het kind. Hij bedriegt je. Goed. Hij had koorts, maar wat dan nog? Dacht je dat een goed mens geen alleen koorts zou kunnen krijgen? Dat een slecht mens dat niet kan? Heeft hij niet je zakdoek gestolen? Dan zal hij per slot ook veel meer van je stelen. Wat weet jij over hem? Helemaal niets. Ja, ik weet alleen dat hij een weeskind is. En toch, er is iets vreemds. Iets in het gezicht van die jongen. Ik kan het zelf ook niet verklaren, maar het voelt alsof ik hem eerder gezien heb. Ooit, lang geleden. Larry en Kletskoek, jij verbeeld je echt dingen. Ja, jonge dame, wat is er van je dienst? De boeken die u besteld had, meneer. Ach ja, natuurlijk. Heel mooi, heel goed. Dankjewel. Precies wat ik... Als je een momentje hebt, dan heb ik hier nog een paar boeken die ik graag zou willen... Hallo, kom terug. Oh, ja, zeg. Alsjeblieft, wacht even. Nou ja, deksels. En ik wilde vandaag beslist een paar boeken retourneren. Jij kan Oliver toch om die boodschap sturen? Ja, meneer. Mag dat? Alsjeblieft. Natuurlijk, als je dat graag wilt. Wacht, ik zal je zeggen wat je doen moet. Je geeft deze boeken terug aan meneer Jessop. En dan zeg je dat je de 4 pond komt terugbetalen die ik hem nog schuldig ben. Hier heb je 5 pond. Kijk. Zeg, je hebt geen enkele haast. Maar ik verwacht je eigenlijk binnen een minuutje of 10 al terug. Het is namelijk nog een heel klein stukje die kant uit. Wat een mooie dame is dat, hè, meneer? Ja. Ja, dat is een portret van mijn dochter Agnes. Dan ga ik die boeken maar eens brengen, meneer. Ja. Ja, ga maar snel, jongen. En jij verwacht echt dat hij terugkomt? Met een nieuw pak kleren aan zijn lijf en 5 pond in zijn broekzak. Mijn beste Brownlow, als die jongen terugkomt, dan eet ik mijn hoofd op. Kijk eens naar dit portret, Grimwig. Zie je niet die treffende gelijkenis tussen Oliver en mijn dochter Agnes? Nee. Nee, niet bepaald. Nou, wacht maar. Over 10 minuten. Als de jongen terug is, dan zul jij het zelf ook zien. Inderdaad, Brownlow. Over 10 minuten... Koop bij mij.
lopen bij zijn ouders. Twee eerlijke, hardwerkende mensen. Komt hij terecht tussen dievenvolk en schorrimorrie. Daar is van zijn moeder is er wat van gebroken. Dit is niet waar. Wat een schurk. Ga naar huis, jij brutale man die je bent. Vent. Wat voor een duivel is dit? Die kleine Oliver. Ga als de bliksem terug naar je moeder, lelijke gauwgestrop. Hup, mee naar huis, jij. Let los, dit is niet waar. Ik heb geen moeder en ook geen vader. Ik ben een wees. Wat heb jij daar? Hoe kom je aan die boeken? Jij bent weer uit stelen geweest, hè? Deze jongen is niet alleen een klaploper, maar een dief bovendien. Hier jij. Pas op jij. Weet je wat? Ga jij maar mee. Hop. Wat? Ga jij maar mee. Laat los. Hier blijven staan. Ja. Ja. Zitten. En je houdt je gedijst. Wat anders? Oliver, je hebt de weg terug naar huis weer gevonden. Kijk eens wat een bullen die aan heeft, Fagin. En boeken. Echt een intellectueel. Ja, je ziet er keurig verzorgd uit, Oliver. En Dodger zal je wel wat andere kleren geven, hè? Ja, we willen natuurlijk niet dat er vlekjes komen op je zondagse bak, hè? Nee. Kleren, kijk nou eens! Wat is dat? Dat is voor mij, Fagin. Nee, mijn beste Bill. Dat is voor mij. Hier, neem jij die boeken maar. Dat geld is voor mij. Voor mij en Nancy bedoel ik. Jij wil dat ik die jongen meteen weer terugstuur. Hup, geef op. Geef op. Ja, hier, je oud skelet. Hier, dat geld. En dat is voor onze moeite. En dat is niet eens half genoeg, man. Is dat dan eerlijk, Bill? Hier. Is dat... Pak jij die boeken. Nou. Start de bibliotheek. Let los. Die zijn van meneer Brownlow. Als hij erachter komt wat jullie hebben gedaan, dan komt hij hierheen en dan zullen jullie wat aandoen. Zo. Dus hij komt hier naartoe, hè? Wat heb jij over ons verteld? Niks. Niks? Dat zullen wij nog wel eens zien. Als wij merken dat jij je mond voorbij hebt gepraat. Eén verkeerd woord maar. Fagin. Ik durf te wedden dat deze rat ons allemaal verraaien heeft. Stop, hè! Laat die nou! Laat los of ik breek je kop open! Doe maar, vermoord me maar. Want dat is wat je zult moeten doen voor ik je de jongen laat slaan. Ik waarschuw je, Nancy. Blijf erbuiten! Wat bezielt jullie toch? We hebben hem toch terug? Die meid lijkt wel gek geworden, Fagin. Oh, denk dat maar niet, Fagin. Ja, maar hou je toch rustig alsjeblieft al dat geweld? Zo! Dus jij hebt over ons lopen praten, hè? Nee, dat gebeurt niet. Dat sta ik niet toe. Oh, wat ben jij een goede toneelspeelster, Nancy. Oh, talentje, hoor. Wacht maar, zo meteen krijg ik nog echt inspiratie. Dan zal ik eens een paar koppen rood gaan schilderen. Al zal ik er zelf voor moeten hangen. Wie? Jij? Weet je wel wie je bent, hè? En wat je bent? Oh, dat weet ik donders goed. Dat hoef jij me niet te vertellen. Niet zo'n mooie vriendin, hè, voor zo'n jochie. God help me, dat weet ik. Was ik maar dood neergevallen voor ik geholpen had hem hier te brengen. Want vanavond zal hij een dief zijn en een leugenaar en alles wat slecht is. Is dat soms nog niet genoeg zonder hem ook nog dood te willen ranselen? Nancy, alsjeblieft, vriendelijke woorden. Oh, hè, Bill, vriendelijke woorden. Vriendelijke woorden? Die ben ik jou wel schuldig. Voor jou ben ik de straat op gegaan toen ik een kind was half zo groot als hij. Na 15 jaar zit ik nog steeds vast aan dezelfde baas en aan dezelfde baan. Of was je dat soms vergeten? En wat dan nog? Dat is toch je leven? Wat leven? Dit leven? Jij krijgt wat je verdient. Niks krijgen, steeds geven. Moet je zo ruw doen, vriend. Ik zal ruw zijn en hardhandig voor je belangen. Niet vechten, pas of Nancy. Wees verstandig, leven is wit of zwart. God help me. Jij kiest. Nou, ik kies een leventje zonder Satan. Dat zou fijn zijn. Fijn zijn. Wat is Satan? Een vrouw en engel, wel wat laat dan. Dat zou fijn zijn. Fijn zijn. Eén ding goed onthoud. Let op, Nancy. Bill die heeft een hart van jij goud. Jij gaat gewoon met ons mee. Maar hij is wat prikken, maar houd je kalm en pikken, maar dat zo fijn. Fijn zijn. Kom, we gaan. Let op haar, Bill. Let op haar. Dodger. Let op hem.
Ik let op mezelf. Heeft een hart, zeg dat wel. Ja, lach voor mijn part. Zeg dat wel. Oh, ik geef meteen toe. Nee, een heilige, dat was ik niet. Maar ben ik nu echt wel zo slecht als de wereld me ziet? Ik kijk kritisch naar alle plannen. Is zo'n crimineel bestaan wel wat ik wou? Ik word ouder en overspannen. Ik ga lekker rentenieren en ik trouw met een vrouw die voor me koken gaat en naast me staat en met me praat en praat en praat en nog eens praat en die me om de oren slaat en van mijn geld in weelde baat en mij gebroken achterlaat. Ik denk dat ik er nog eens over denk. Een vrouw brengt verdriet, zeg dat wel. En dat hoef ik niet, nee, dank je wel. Maar wat moet je alleen op de wereld als individu? Ik wil een nieuw leven beginnen, niet morgen, maar nu. Ja, nu. Ik kijk kritisch naar alle plannen. Ik heb handige relaties bij de hand. Hoge kringen en rijke mannen. En die verheffen mij dan tot de adelstand. Als ik grote landerijen heb, een hele rij lakeien heb, bij prinsen op visite ben en lid van de elite ben, dan groet ik elke edelman. Hé, hey, rechter, ken ik u niet van... Ik denk dat ik er nog eens over denk. Waarheen kan ik gaan? Nergens meer. Je ziet me nog staan. Niemand meer. Ik heb altijd geleefd tussen schoren en smeerlapperij. Heb ik nu op mijn leeftijd nog tijd voor een heel schone lei? Ik kijk kritisch naar alle plannen. Als ik eten wil, dan moet ik werken gaan. Voor een tijdje onder de pannen. Ja, deze hele zoekt een hele echte baan. Dus ik word een brave arbeidskracht die netjes op promotie wacht. Ik heb een baas die nooit is lacht. Een baan waar nooit wordt nagedacht. Ik werk vannacht tot middernacht en allemachtig hard. Nee, wacht, ik denk dat ik er nog eens over denk. Maar straks ben ik oud, 70. Eenzaam en koud. 70. Als het niemand nog schelen kan, of je nou leeft of crepeert. Je redt het alleen als je geld voor jezelf reserveert.
kritisch naar alle plannen. Wie geboren is als boef, die blijft een boef. Moet ik misdaad voor goed verbannen? Nee, ik denk niet dat ik dat zo nodig hoef. Maar dit leven is te goor voor mij. Wie heeft er wat comfort voor mij? Een baantje tussendoor voor mij, maar niet op een kantoor voor mij. Wie vindt het juiste spoor voor mij? De rabbi of pastoor voor mij? En wie hakt de knopen door voor mij en wisselt het decor voor mij? Ja, 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 ik denk dat ik er nog eens over denk. Getrouwd. Morgen is het 2 weken geleden dat de bijl viel. Het lijkt wel een eeuwigheid. Hier wachten. Ik heb mezelf verkocht voor 6 theelepeltjes, een suikertang en een melkkannetje. Plus een armzalige boedel van tweedehands meubelair en 20 pond in contanten. Ik ging voor een zacht prijsje. Goedkoop, veel te goedkoop. Goedkoop? Nog veel te duur voor zo'n kat in een zak als jij. En God weet hoe duur me dat is komen te staan. Ga je daar de hele dag een beetje zitten snurken? Ik blijf hier zo lang zitten als mij goeddunkt, mevrouwtje. En aangezien ik niet snurkte, zal ik snurken. Geeuwen, gapen, hoesten, niezen, scheten laten naar hartelust als zijnde mijn godgegeven recht. Ha, jouw godgegeven recht. Ja, kijk mevrouw, het godgegeven recht van een man is om te overheersen. Oh, en wat is dan het godgegeven recht van de vrouw, hè, als ik vragen mag? Om te gehoorzamen. Ach, kom nou toch. Dat had uw armzalige echtgenoot zaliger u bij moeten brengen, dan was hij misschien nog niet dood geweest en ik heel wat gelukkiger, arme tobber. Oh, jij hardvochtige bruut! Ah! Ja! Huilt u maar, mevrouw. Huilt u maar. Dat verruimt de longen, tempert de driften, baat het gelaat en is een goede gymnastiek voor de ogen, mevrouwtje. Dus huilt u maar. Zo, en durf nou nog eens iets te zeggen over jouw godgegeven recht. Ja, maar... Mond dicht! En pak je weg, als je niet wil dat ik hem openga. Ja, maar... Okay. Ben je dan nog niet vertrokken? Ja, ja, bijna. Weet je mee, bijna, zeker, hè? Mijn liefje. Ik was al onderweg, maar je bent altijd zo ontzettend driftig. Ik ben helemaal nooit driftig! Wat moet dat? Het is oude Sally, mevrouw. Ze moeten u iets vertellen wat niet langer verzwegen kan worden. Ze heeft niet lang meer. Ze kan pas in vrede sterven als ze het u vertelt. Nou, kom dan maar binnen. Kom, Sel. Wat had je? Laat haar weggaan. Maar Sel, ik ben het, je vriendin. Vooruit. Wegwezen. Ga daar maar, op een bankje. Ga maar lekker zitten, hoor. Luister goed naar wat ik je vertel. Ik heb ooit in dit werkhuis een lief jong ding verzorgd. Ze werd hier gebracht. Haar enkels verstuikt en haar voeten helemaal onder het bloed.
Toen kreeg ze een kind. Een jongetje. En toen stierf ze. Laat me eens even nadenken. Even nadenken. In welk jaar was het ook alweer? Oh, wat doet het jaar er nou toe? Wat was er met haar? Ik heb haar bestolen. Ik heb haar bestolen van het enigste aan waarde wat ze bezat. Het zat op haar hals. En het was van goud. Van goud? Oeh, ga verder. Ga verder van goud en toen? Het was dit medaillon. Oeh. Ze smeekte me om het te bewaren. Ze vertrouwde me. Ik denk dat ze uit een hele rijke familie komt. Oeh, rijke familie? Ja. Hoe heette die nou ook alweer? Ja. Boris. Boris? Oliver. Oliver. Hij heette Oliver. Oh ja. Ja. Zorg dat hij terecht komt. Tuurlijk. Tuurlijk. Oh, tuurlijk. Als... Ja. Ga maar gauw. Kom. Hop, wel voorzichtig, hè? Tuurlijk. Ja, wij gaan het meteen. Ik vertrouw het niet zo. Gaan wij meteen? Ik durf het. Ja, ga maar gauw. Komt het allemaal goed? Zijn goede handen. Deze dingetjes. Ja, ik weet niet wie ik het anders moet doen. Oh, we moeten die jongens in terug te vinden, meneer Bambal. Ja, inderdaad, mevrouw. Inderdaad. Oliver, Oliver. Dat was die blaf met die knorrende maag. Oliver, Oliver. Klaarblijkelijk toch uit de rijkere laag. Wat een ironie. Jij hebt hem verkocht voor een hammekrans. Wat een hysterie. Was jij dan niet blij dat die eindelijk pleiter was? Oliver, Oliver. Wat moeten we doen? Wat dan ook voor de poen? Dit is onze kans, zoeter dan honing is de kans. Want de beloning graag contant, met een promotie werd verheer. Want de defuntie weer verheer, en de bezweer van Oliver. Ik begrijp dat u nieuws brengt over de jongen, Oliver Twist. Ja, wij zagen uw oproep en wij besloten toen om direct te komen. Ja, ik besloot dat. Ja, mijn vrouw besloot dat. De naam is Bumble, meneer. Ik zwaai de scepter over het gemeentelijk werkhuis in de waar deze jonge man liefdevol is verzorgd uit de waar hij werd verzonden naar een begrafenisondernemer, als leerling begrafenisondernemer, uit de welke hij de benen heeft genomen. Ja, ja. Nou, het is bijzonder vriendelijk dat u gekomen bent, maar wat hebt u me te vertellen? Nou, kijk, dit is het kleinood dat die zieltogende moeder van die knaap aan mijn lieve vrouw gaf toen zij op haar sterfbed lag. Huh? Ja, die zieltogende moeder, niet mijn vrouw. U zei dat hij vanuit het werkhuis daar een begrafenisondernemer is gebracht? Ja, ja, inderdaad. De heer in kwestie, meneer Sowerberry, heeft hem Oliver van ons overgenomen aan £3. Wat is dit? Bedoelt u dat u die jongen verkocht hebt? Als een beest? Nou. Ja, eigenlijk was het mevrouw Bumble die tot de verkoop besloot. Ach zo. Wel nu. Dan zal ik er hoogst persoonlijk zorg voor dragen dat geen van u beiden nog ooit een vertrouwenspositie bekleden zal. Uw gedrag, mevrouw, is ten hemel schrijend. Verlaat u ogenblikkelijk mijn huis. Ja, hoe durft u zo'n toon tegen mij aan te slaan? Ik kwam hier om u te helpen. Nee, mevrouw, ik kwam hier louter en alleen uit hebzucht en eigenbelang. Ja, meneer bedoelt misschien dat mijn vrouw het kleinood beter had kunnen weigeren. Dan... Oh, zwijg toch, domme kalfskop! Heer, £10. Oeh. Pak aan. En prijs u zelf gelukkig dat ik geen gerechtelijke stappen onderneem. Mevrouw Batman, wijst u het rapalje onmiddellijk de deur, alstublieft. Jawel, meneer. Oh, ondankbaarheid is werelds loon. Ik hoop, meneer,
dat dit deplorabele incident geen nare gevolgen heeft voor mijn parochiële status? Ja, daar kunt u op rekenen. Ja. En dan mag u van geluk spreken. Ja, het komt eigenlijk allemaal door mevrouw Bumble. Ze is nogal moeilijk te stuiten, ziet u. Dat is geen excuus. U was erbij toen de jongen verkocht werd. Sterker nog, u bent de hoofdschuldig van u beiden in het oog van de wet. De wet veronderstelt immers dat uw vrouw handelt onder uw leiding. Als de wet dat veronderstelt, dan is de wet een ezel. En als dat het oog van de wet is, dan is de wet een vrijgezel. En ik wens de wet niets ergers toe dan dat hun zijn ogen geopend mogen worden door ervaring. Bumble! Door bittere ervaring. Ik sta hier helemaal wortel te schieten. Wat was je allemaal aan het doen? Ja, moest toch even naar God. Het duurt zo lang, je kan helemaal niks, jij. Er is hier een dame die u wil spreken, meneer. Kijkt u eens naar dit portretje, mevrouw Bedwin. Ziet u iets? Mens. Dat is juffrouw Agnes, meneer. Ja, Agnes. Mijn dochter. Ze moet naar het werkhuis zijn gevlucht en heeft haar kind ter wereld gebracht. Had ze ons maar in vertrouwen genomen. Ja. Mevrouw Bedwin, wie is dit? Het gaat over die jongen, meneer. U hebt nieuws over Oliver? Hij is in gevaar, in slecht gezelschap. Hij is meegenomen de dag dat u hem op uitstuurde met uw boeken. Meegenomen? Door wie? Door mij en iemand anders. Ja, maar waar is hij dan nu? En wie is die andere persoon over wie u spreekt? Breng me naar hem toe. Nee, dat kan ik niet. Ja, het spijt me, ik had hier niet moeten komen. U wilt toch ook dat die jongen geholpen wordt? Ja, natuurlijk. Waarom bent u anders hier? Natuurlijk wil ik helpen, maar... Zegt u me dat tenminste waar ik hem vinden kan? Dat kan ik niet. Maar ik kan hem wel bij u brengen. Maar niet hier, dat is te ver. Waar dan? De brug, London Bridge. Vanaf middernacht. Maar u moet wel alleen komen. Beloof me dat alleen. Ik vind wel een manier om hem mee te smokkelen. U gelooft me niet. Ik zie het in uw ogen. Maar als u Oliver terug wilt zien, zult u me moeten geloven. Goed. Goed, ik zal er zijn. Oh, goddank. Wacht. Hebben ze de jongen kwaad gedaan? Mishandeld, want in dat geval zweer ik... Nee, toe, meer kan ik niet zeggen. Dat ik hier ben is voor hem al reden genoeg om mij te vermoorden. Wie is toch deze man? Misschien kunnen wij... Nee, we kunnen niks. Wat ik ook doe, ik zal hem nooit verraden. Ik denk dat ik het begrijp, mijn kind. Maar een man die jou vermoorden kan. Ja, maar ik hoor bij hem en hij bij mij. Ik moet teruggaan. Ik wil teruggaan. Al zegt hij nooit wat hij bedoelt, ik weet wat hij van binnen voelt. Dus moet ik door met hem, ik hoor bij hem. Hij kan niet zonder mij, dus blijf ik aan zijn. Kind telt ook voor mij. Nee, Bill verraad ik niet. Al doet hij mij verdriet. Maar waarom ziet hij niet? Dat kind telt ook voor mij. Ik breng hem terug. Bill, naar waar hij hoort. Maar ik kom terug, Bill. Je hebt mijn woord. Zolang er trouw bestaat, zolang de zon opgaat, zolang mijn hart nog slaat, kan
ik meneer Brownlow zoeken. Flink zijn. Nee! Nee, Bill, nee! Neem hem niet mee, laat hem gaan. Waarom kijk je me zo aan? Dat weet jij best, jij hoer! Oh, dat moet ik verkeerd gedaan. Ik heb jou gezien vanavond. Alles wat je zei heb ik gehoord. Jij wilde mij verraden, hè? Nee, nooit. Ik zou je nooit verraden. Kom, laten we gaan. Weg van hier. Het is nog niet te laat. Geef ons een beetje tijd. Tijd. Er is tijd genoeg voor wat ik met jou wil doen. Oh, God, help me. Sta niet zo naar me. Sta niet zo naar me met die vervloekte ogen. Ja. 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 Oh mijn God, mevrouw Vet, help, help, help alstublieft. Wat is er gebeurd? Er is hier een jonge dame vermoord. Kent u deze vrouw? Het is Nancy. Ze hebben Nancy vermoord. Nee, Nancy! Ik had hier afgesproken met het ongelukkige kind. En precies toen we hier aankwamen lopen, zag ik iemand wegrennen. In die richting. Kunt u een beschrijving geven? Het was een grote man met brede schouders. Verder nog iets? Hij droeg een donkere mantel en een enorme knuppel. Bill Sykes. Wat is er gebeurd? Bill Sykes heeft Nancy vermoord. Waar zou die kunnen zijn? Bij Fagin. Ja, kom, kom, kom. Ja, ik... Het spel is uit. Wat is er gebeurd? Bill. Je... Wat heb je gedaan? Je hebt toch niet... Bill, hoe kon je? Hoe kon je? Jongens, eruit! Afval eruit! Wegwezen! Eruit! Oh, mijn schatjes! Mijn schatjes! Oh, oh. Als ik vermoord, jongen! Ik zweer jullie, blijf daar! Blijf daar! Ik maak hem af! Ik zweer het! Oh. Oh. Kom, Oliver. Dan gaan we naar huis. Verandert de mens nou hopelijk? Dat is mijn wens, is het mogelijk? Al mijn dierbare schatjes en schatten, die ben ik nu kwijt. Maar morgen begint er voor mij vast een betere tijd.